De kleine meid werd 7 jaar. Ik kocht een mooie pop voor haar. En in de winkel zei hij, mama. Maar toen hij thuis, na veel gemier, ontdaan was van het pak papier en het kind hem in haar armen nam, bleek dat er geen geluid uit kwam. Verbijsterd schudde ik de pop, hield hem een tijdje op zijn kop en draaide hem met kracht weer om. Doch de vergeefse pop bleef stom en zei geen mama. Ik kneep, ik drukte overal, maar wat ik deed, het hielp geen bal. Alleen de kleine meid riep mama. Ik kuste het kindje op de wang, ik greep een hamer en een tang, een schroevendraaier en een schaar en haalde hem helemaal uit elkaar. Uit elkaar. De beentjes los, het hoofd eraf. De pop bleef zwijgen als het graf. Ik haalde er het zaagsel uit, maar nog steeds kwam er geen geluid. Het feest verknoeid, de moeder boos, ons jarig kindje radeloos. Het werd een heel familiedrama. Om ze te troosten zei ik vlug, de pop gaat morgen weer terug. Ik heb garantie voor een jaar en eis een puntgaaf exemplaar. Toen heb ik nijdig en onthutst de pop hier in elkaar geprutst, terwijl de kleine op mijn knie verdrietig toekeek in haar pyjama. Ik werkte door de hele nacht en heb de pop teruggebracht met deze klacht. Hij roept geen mama. Een oude vrouw stond mij te woord. Zij sleepte zich met moeite voort. Toch om haar lippen gleed een lach. Want toen de pop het vrouwtje zag, juichte hij mama. Hij keek zijn vrouwtje stralend aan en in zijn oogjes blonk een traan. Ik ben maar zachtjes weggegaan. De pop bleef op de toonbank staan en luidkeels riep hij mijn naam. Ik blijf bij mama.